Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals deze hele Tweede Kamer weet, heeft mijn politieke partij DENK altijd aan de voorlinie gestaan in de strijd tegen buitenlandse inmenging in onze politiek. Wij waren volgens mij de eerste politieke fractie in dit huis die een motie heeft ingediend om buitenlandse politieke financiering, om dat te verbieden, financiering vanuit het buitenland. En voorzitter, de berichten dat Nederlandse politici onderdeel zouden zijn van een Russische beïnvloedingscampagne en hier zelfs geld voor zouden hebben gekregen, zijn dan ook uiterst zorgwekkend. Want het belang dat wij afwegen en de uitingen die wij doen in dit huis moet primair hier in Nederland liggen. Daar zijn wij voor gekozen. En voorzitter, de berichten leggen een bom onder het vertrouwen in de parlementaire democratie en ook het vertrouwen in onze verkiezingen. En DENK vindt het dan ook heel erg moeilijk te verkroppen dat de regering weigert om meer informatie te geven en ook weigert om namen te noemen. En ik snap heel goed dat de minister in een dilemma zit over wat hij kan delen en wat hij niet kan delen gezien de veiligheidssituatie. Alleen, we kunnen dit in onze democratie niet boven de markt laten hangen. Als het beeld is dat wellicht één van de Kamerleden die hier zitten is gekocht, wat is dan hetgeen dat meer schade doet? Dit delen of dit beeld laten bestaan? Dus is de regering alsnog bereid om namen te delen? Of in ieder geval als er geen aanleiding is om te veronderstellen dat Nederlandse politici gekocht zijn, om de berichtgeving te ontkrachten. En als de regering dat nu niet gaat doen, hoe lang moeten we dan nog gaan wachten op duidelijkheid? Zijn er eigenlijk überhaupt namen gedeeld met de regering toen er contacten waren met de Tsjechische diensten? Of kent de regering de genoemde namen alleen uit mediaberichten? Heeft de regering de informatie van de Tsjechische diensten al waarin alle geldstromen in kaart zijn gebracht? En worden er eigenlijk maatregelen genomen naar aanleiding van de berichtgeving? De minister noemt een aantal voorbeelden in zijn brief. Een waarschuwingsgesprek met fracties, doorgeleid naar het OM. Wordt dat gedaan? En voorzitter, heeft Nederland ook eigenlijk dezelfde sancties ingesteld tegen de genoemde personen en rechtspersonen als Tsjechië op dit moment heeft gedaan? En wat zegt eigenlijk de hele gang van zaken over onze diensten? Want voorzitter, als het klopt dat de regering de namen heeft vernomen via de media en of is ingelicht door de Tsjechische geheime dienst over mogelijke betrokkenheid van Nederlandse politici bij omkoping door Russische beïnvloedingscampagnes, hoe kan het dan zo zijn dat de Nederlandse diensten daar zelf niet eerder van op de hoogte waren? Kan de minister daarop reflecteren? Voorzitter, ik heb een aantal Kamerleden horen spreken over de regels die we hier als Kamer zouden moeten invoeren om transparanter te zijn over de financiering. Mijn fractie deelt de zorgen over het feit dat we over de fractiehuishouding en de fractiefinanciën te weinig instrumenten hebben om daar transparantie over af te dwingen. En wat ons betreft is de raming een goed moment om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Dus dat debat, daar zien wij naar uit. Dank, voorzitter.